Welkom. Welkom bij een avond over protheses. Misschien niet het meest sexy onderwerp. Hoewel Marlou van Rijn als blade babe bij de Paralympische Spelen hele hoge ogen heeft gegooid. We hebben dit onderwerp echter wel gekozen samen met studenten van Paradox. Als spreker vanavond hebben we Hans Rietman. Hij is hoogleraar revalidatiegeneeskunde en technologie aan deze Universiteit Twente. Hij is ook revalidatiearts en hij doet onderzoek bij Roesing Research and Development. Hij gaat jullie vertellen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van protheses. Het woord aan Hans. Dank je. Dankjewel Hiska voor deze plezierige introductie. Ik ga het niet alleen over protheses hebben, want we vergeten wel eens dat die prothese heeft een mens nodig om daar überhaupt mee te kunnen lopen of kunnen bewegen. Dus het gaat om patiënten of personen die een amputatie hebben. En die hebben dan weer een prothese nodig om goed te kunnen functioneren. Het beste beentje voor met een prothese. Dat is niet altijd het beste beentje voor. Misschien is dat wel het niet aangedane been. Misschien is dat wel het prothesebeen. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Ik ga u vanavond meenemen in een verhaal rond die patiënt. Rond wat voor protheses zijn er allemaal. Ik ga ook een uitstapje nemen naar inderdaad de armprotheses. Maar ook naar ortheses. Dat zijn eigenlijk ondersteunende beugels. En als laatste probeer ik ook nog een stapje te maken naar hoe sturen we dat allemaal aan. En dat kan ook met de hersenen. Maar ik wil beginnen met dit. I think this is wide open. I think this is wide open. And Kamlisch certainly shocked everybody with a time earlier. But Van Rijn has run faster than that. Kamlisch with the 12.93. U ziet al, dit is afgelopen Rio, 100 meter finale. Waarschijnlijk heeft u dat allemaal al gezien. Fantastische race. Maar let u op de verschillen tussen de verschillende loopsters in dit geval. Met name verschillen in amputaties en verschillen in looptechniek. En daar kom ik later op terug. Away they go first time and it's a brilliant start by Kamlisch for Great Britain. She's way back at the moment, Marlou van Rijn. Kamlisch is leading this. Kane is going well also. Benches, that's coming up. And Marlou, photo finish between Marlou van Rijn and Benches on 13.02. Kamlisch with a brilliant start. I think it's van Rijn by 100th. And it is a Paralympic record. Van Rijn 13.02, Ben Suzanne 13.04, so 200 between them. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Hè? En als je ziet hoe blij ze is, maar ook terecht blij. Een enorme prestatie. En ze is de enige in dit veld met een dubbelzijdige amputatie. Onderbeenamputatie, dubbelzijdig. En ik kom straks halverwege het verhaal op wat er gebeurt in deze race. Want het is wel interessant om te zien hoe zij dat doet. En wat de omgeving bepaalt dat zij nu de snelste is geworden. Goed, maar heel kort. Ik werk dus op de universiteit. Nou, daar bent u nu. En ik werk tevens op het Roesing Research and Development. Dat is een klein onderzoeksinstituut, maar het grootste in Nederland op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine. Ligt op het Roesingterrein. En wij werken dus intensief samen met de Universiteit Twente. En toen ik hier kwam, 10 jaar geleden, toen werd mij gevraagd van, goh, in voortzetting van het onderzoek wat al gebeurde, wil jij kijken of je de producten of de techniek die we hier bedenken, en daar kom ik straks op terug dat daar wel wat verandering in kan komen, maar techniek die we hier bedenken, ontwikkelen, ook kijken of we dat kunnen implementeren in de revalidatiezorg. Goed, inleiding van dit verhaal van een uur heb ik gekregen. Ik wil toch even heel kort ingaan op de inleiding in de revalidatiegeneeskunde. En met name ingaan op het International Classification of Functioning. Want dat is wel een echte verandering binnen de geneeskunde en zeker binnen de revalidatie. Dan ga ik het hebben over begrippen adaptatie, compensatie. Dan gaan we naar de patiënt of de persoon met een amputatie. Op het moment dat hij een amputatie krijgt, is het even een patiënt. Daarna, als je naar huis gaat, is het geen patiënt meer, hè? Ook al heeft hij een prothese. Adaptatiemechanisme van de patiënt. De patiënt en zijn prothese. Dan ga ik een uitstapje nemen naar ortheses, exoskeletten, functionele elektrostimulatie, omdat dat ook een vorm van
prothese is, maar dan een neuroprothese. En tenslotte brain-computer interface. Revalidatie als specialisme gaat uit van International Classification of Functioning. En dat is bedacht in 2001, is dat model gekomen. En dat model is met name zo goed voor revalidatie, maar eigenlijk voor de hele gezondheid, omdat het de persoon in zijn geheel beschouwt. De persoon met een aandoening, een ziekte of een letsel, hè, dat kan ook door een ongeluk komen, en die vertoont dan anatomische eigenschappen of functies. Maar er kunnen ook stoornissen optreden in die functies, bijvoorbeeld een amputatie. En dit is een dubbelzijdige amputatie. Dat betekent dat het consequentie heeft voor de activiteiten die zo'n persoon kan uitvoeren. Bijvoorbeeld het lopen, of dansen, net wat diegene graag zou willen. En als je die activiteiten niet meer goed kunt uitvoeren, dan kun je daar compensaties voor bedenken, zoals deze twee mensen die beide benen missen, maar toch het activiteit en participeren op straat kunnen uitvoeren. Foto uit India. En tenslotte gaat het allemaal binnen ons vakgebied, maar binnen de meeste, dat we mensen zoveel mogelijk weer terug willen brengen naar de maatschappij, in welke vorm dan ook, om participatie. Nou, dat die drie met elkaar te maken hebben is evident. Dat is een dynamisch proces. En dat een aandoening of een ziekte daar invloed op heeft in eerste instantie is ook duidelijk. Maar de gevolgen van die aandoening of ziekte die bepalen uiteindelijk het niveau van activiteiten en participatie. En dan kom ik naar die persoon. De persoon is daarin enorm belangrijk. Welke patiënt hebben we te maken? Is het iemand die enorm doorzet? Of is het iemand die heel angstig is? Of wordt degene die een amputatie heeft gehad depressief? Dan wordt zo'n revalidatieproces enorm moeilijk. Ook al zou die lichamelijk gezien goede uitgangspositie hebben. En tevens weten we dat externe factoren ook van belang zijn. Hier in Nederland hebben we totaal andere mogelijkheden voor een prothese als vervangend middel dan bijvoorbeeld in derde wereldlanden. En dat bepaalt uiteindelijk ook een deel van het functioneringsniveau. Heeft iemand een partner thuis, dan weten we uit ervaring dat het revalidatieproces veel beter gaat dan als die partner niet thuis heeft. En met name het proces na de revalidatie is heel erg afhankelijk van die externe factoren. Goed, een aantal foto's vanuit de World Health Organization. En hier zie je dus een patiënt, of geen patiënt meer, dus gewoon een medewerker, een arbeider, die heeft een armamputatie. En die heeft daar een prothese met een haak gekregen van metaal. En wat is hij aan het doen? Aan het lassen. Nou, dat is fantastisch, want hij heeft geen last van brandwonden of iets dergelijks, want hij heeft een mooie ijzeren prothese. Dus hij kan uitstekend dat uitvoeren. En dan een goede klem, dus hij kan die materiaal goed vastklemmen. Hier, en dat ziet u minder goed, maar mevrouw die in de rijstvelden staat met een wat we noemen een Jaipur prothese. Dus een waterdichte prothese, lokaal gemaakt van een mengeling van natuurlijk producten en rubber. En die kan dus prima in die rijstvelden haar werk doen. En het is ook zo dat, en dat is in onze maatschappij zeker, dat als je de cognitieve mogelijkheden hebt, heb je wat meer een streepje voor op weer opnieuw participeren in de maatschappij, want je hebt minder lichamelijke zaken nodig in die zin. En als we dan naar de definitie van gezondheid krijgen van jaren geleden, 1948, was de definitie van gezondheid. Dat was sociaal, emotioneel welbevinding, lichamelijk, sociaal, emotioneel welbevinding en niet de afwezigheid van ziekte. Maar we gaan zo langzamerhand naar een nieuwe definitie van gezondheid toe, denken wij. En dat is de definitie van Machteld Huber, die ze in 2011 heeft geponeerd. En dat is dat de persoon, de mens, heeft het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. En dat geldt dus ook voor die persoon die door een letsel of door een vaatlijden een amputatie krijgt. Die krijgt een heleboel uitdagingen. En de mate waarin hij zich kan aanpassen, adapteren, bepaalt voor een groot deel hoe hij of zij met die uitdagingen omgaat. En dus ook het definitieve resultaat van een revalidatieproces. Maar dat is niks nieuws, want Hippocrates die zei al: it's more important to know what sort of person has a disease than to know what disease a person has. En dat is interessant. Meer dan 2000 jaar geleden werd dit al gezegd en wij denken nog steeds aan nieuwe definities.
Niks nieuws onderzoek. Ik ga het hebben over lopen. En ik ga het hebben over capacity to performance. Want iedereen heeft bepaalde capaciteiten. Die capaciteiten die beginnen al bij de jongen als u een klein kind bent. Capaciteiten om een stap te nemen. En die stap die wordt bepaald door spieren, door zenuwen, maar ook door coördinatie. En uiteindelijk bepaalt dat welke capaciteit je hebt, of je een spotter wordt of juist niet, bijvoorbeeld. Maar die capaciteit die gaat naar performance. En daar gaat het ons om. Wat kan iemand thuis in zijn omgeving doen? Dat kan zijn dansen, kan zijn hardlopen. Maar dat kan ook zijn wat Marlou van Rijn deed, hardlopen met twee protheses. En hulpmiddelen, zoals hier en zoals daar, bepalen voor mensen met een beperking, mensen die door een letsel een been zijn kwijtgemaakt, bepalen daarin een groot deel van hun performance, naast hun eigen capaciteit. Het lopen is eigenlijk niets anders dan herhalend vallen en opstaan. Elke keer als ik een pas neem, val ik als het ware naar voren. En ik sta weer op met de volgende stap. Dit lijkt gewoon lopen, maar als ik het veel verder doe, dan kun je je voorstellen dat ik eigenlijk al in een valbeweging terecht. Dus ik breng me bewust in een instabiel evenwicht en ik probeer dat instabiel evenwicht weer te corrigeren. Of dat doe ik gewoon automatisch. Herhalend vallen en opstaan. En soms gaat dat iets te ver. En lopen heeft daarnaast drie belangrijke componenten. En dat is voor die patiënt, voor die persoon met een amputatie van belang. Ten eerste, lopen dient voor de voortbeweging, de locomotion. Balans is daarbij heel belangrijk. En tenslotte, het adapteren aan de omgeving. Als ik niet adapteer aan de omgeving, knal ik ofwel tegen een obstakel op, of ik val over iets, of ik denk dat ik rechtuit kan lopen, maar ik moet de bocht omgaan. Dus ik ben continu aan het adapteren. Ook zoals ik hier nu rondloop, en dat doe ik niet bewust, adapteer ik elke keer van goh, welke kant in de zaal kijk ik bijvoorbeeld op. En hoe staan mijn voeten dan? Dat gaat automatisch. Maar ik ben continu aan het adapteren aan mijn omgeving. Hier is makkelijk, want alles is vlak. Of alles is plat. Maar als ik dat op een oneffen ondergrond doe, wordt het alweer anders. Goed, dat is lopen. Maar wil ik efficiënt lopen, dan heb ik ook een aantal factoren. En er zijn drie momenten tijdens lopen dat ik energie investeer. Dus eerst tijdens de loading response. Dus tijdens het neerkom. Dan investeer ik energie. Want als ik niks doe, dan zak ik door mijn knieën. Dus mijn kniespieren spannen aan, dat kost energie. De tweede keer, en dat is een belangrijk, is de afzet aan het eind van de standvaart. Dit. Ik zet af, daardoor krijg ik snelheid en ik investeer weer energie, want mijn kuitspier moet dat doen. En bedenk dan dat iemand met een amputatie geen kuitspier heeft. Die heeft hij gewoon niet meer. Tenzij je een voetamputatie hebt, maar normaal onderbeen of bovenbeen heb je geen kuitspier. En tenslotte investeer ik ook energie, en dat is raar, aan het eind van de zwaaifase. Dit is de zwaaifase. En dan rem ik iets af. En dat doe ik met de spier aan de achterkant van mijn been. En dat zorgt ervoor dat ik niet vooruit blijf vallen. En dat zorgt er ook voor dat ik mijn pas kan controleren. Drie momenten van energie. En als je dan goed naar het lopen kijkt, en er zijn heel veel studies naar gedaan, dan is het eigenlijk fantastisch hoe we dat doen. Want als je eigenlijk een rechte stelt zou hebben, zou je continu zo lopen. Maar gelukkig hebben we een enkel en een voet, en we hebben nog een knie en een heup. Dat zorgt ervoor dat we eigenlijk met ons bekken op hetzelfde niveau blijven. En dat is heel energie-efficiënt, want hoef ik niet omhoog en niet omlaag. En dat is de beste vorm, energie-efficiëntste vorm van lopen. Dan nog een paar begrippen voordat ik op de verdere inhoud gaat, dat is weer de adaptatie en compensatie. Wat is adaptatie? Adaptatie is, zei ik al, enorm belangrijk en je kunt het evolutionair zien. Een continu leerproces waarin een organisme zich aanpast op dat moment voor hem of haar geldende omstandigheden. En het gekke, ik heb ook een plaatje inmiddels gevonden van een mooie smartwatch of een smartphone, waar je ziet dat wij door het vele kijken op die dingen zo langzamerhand een versterkte kyphose krijgen. En dat is gewoon een evolutionair proces. Dus oppassen dat we dat, ik probeer het ook elke keer, lukt mij ook niet, want ik zit te veel op die manier. Maar ik krijg daardoor vergroeien. En als we dat maar evolutionair lang vol blijven houden, dan gaan we weer geleidelijk terug naar het lage niveau van functioneren.
Het mooie is tegenwoordig, als je naar de jonge lui kijkt die heel veel op hun phone aan het gamen zijn of aan het appen, is dat de representatie van hun duim in het hersengebied groter wordt ten opzichte van 10 jaar geleden. En dat is puur omdat die duim veel handiger wordt en veel, veel beter gecoördineerd. De sensibiliteitsgebied wordt groter, maar ook het motorisch gebied. Het is iets om over na te denken als we hiermee doorgaan, dat we dan een halve brein met een duim erin hebben. Die is al vrij groot. Als we kijken naar protheses, dan is compensatie een belangrijk begrip. Want prothese die vervangt of vult aan een anatomische structuur of functie die tekortschiet of uitgevallen is. Nou, die begrippen eerst even neergezet. ICF, adaptatie, compensatie, efficiënt lopen en performance. Nu gaan we naar de patiënt met een amputatie. En dit is wel een mooi plaatje van vroeger. En zo ging het echt, want toen waren er nog geen farmaceutica of anesthetica om mensen onder cel te brengen. Dus dat gebeurde ofwel met een hamer of met heel veel alcohol toen de alcohol kwam. Maar meestal was dat een pijnlijke bedoeling en die zaagje werd er gewoon ingezet. En ongeveer zo'n 80-90% van die mensen ging dood, omdat die wonden niet goed verzorgd werden, dus die gingen niet direct dood. Maar na een paar dagen kregen ze infecties, ontstekingen en al die dingen weer. Dus dat was een ellende. Ik ga niet die hele geschiedenis fantastische verhalen te vertellen over een aantal voorlopers in die geschiedenis. Misschien wel één was de eerste ambulance die is uitgevonden. Dat was in de tijd van Napoleon en de lijfarts van Napoleon. Die had een soort kar gemaakt waarin hij de gewonden zo snel mogelijk van het slagveld kon afdragen naar achter het slagveld en ze daar verzorgde. Er was een chirurg en hij kon zo'n 200 amputaties per dag heel snel uitvoeren. Hij deed er ongeveer 10, 20 seconden over met verbinden en al. En dan hebben wij het nu over knappe chirurgen tegenwoordig. Maar toen deed ze dat. Maar hij was eigenlijk de uitvinder van de, dat was Dominique Larrey, hij was de uitvinder van de ambulance. En wat gebeurde er ook? Hij gaf een teken, dan stopte ze met het vuren. Dan kwam hij met de kar en zijn hulpers en die droegen dan de gewonden weg. En dan werd er weer op een soort fluitje geblazen en dan begonnen ze weer opnieuw te schieten. Dat soort rare situaties moet je toch voorstellen als je zo tegenover elkaar staat. Mooie verhaal uit geschiedenis. Maar dit is hoe het nu gaat. Bloedige situatie op een operatiekamer. Dit is een onderbeen, u ziet hier nog de knie. En hier hebben ze net een amputatie uitgevoerd. Ik wil u niet vervelen met allemaal foto's van de amputatie zelf. Maar dit is net na de amputatie en u ziet hier nog de snede. En de spieren die worden er zo omheen gelegd. Als we dan kijken naar wat is nou de meeste oorzaak voor een amputatie in de westerse cultuur, dat is vasculair. En als je dan de diabetes er nog eens bij optelt, de suikerziekte, dus vaten en suikerziekte, dus ongeveer 95% van de amputaties die hier in Nederland, Duitsland, Frankrijk, de westerse cultuur wordt uitgevoerd. En wat we zien, zeker Malou van Rijn, zijn de mooie plaatjes van jonge mensen die hard kunnen lopen, die goed kunnen functioneren. Maar dat is maar een heel klein deel. We zien ze wel veel in onze spreekkamer, want ze worden ook veel ouder dan mensen die vanwege de andere reden een amputatie krijgen. Een heel klein deel, 1%, door oncologisch lijden. Ja, en daar worden natuurlijk dan ook grappen over gemaakt. Hier zit wel een kern van waarheid in. Dus als je iemand hebt op deze leeftijd die een dubbelzijdige amputatie is, dan is de levensverwachting na zo'n amputatie ongeveer gemiddeld 1 à 2 jaar. Gemiddeld zeg ik. Er vallen altijd gelukkig uitschieters naar boven, maar ook wel mensen jonger. Dus de tekst van andere helft volgt is eigenlijk niet zo heel slecht. En toch zijn dat wel een grote populatie die wij op onze spreekuur zien. En die hebben niet al die capaciteiten als die iemand van 25 jaar. En hier ziet u de verschillen. Een vasculaire patiënt, dus vaataandoening, en een traumapatiënt. Nou, dit is een beetje tegenover elkaar gezet. Dat klopt niet helemaal natuurlijk. Maar een traumapatiënt is vaak een jong iemand. Tegenwoordig ook natuurlijk veel meer vrouwen. Want vrouwen gaan steeds meer risicovolle activiteiten uitvoeren. 20, 30 jaar geleden was er echt nog merendeel mannen. En in de oorlogstijd ook, maar nu zie je dat ook vrouwen met trauma's toch meer voorkomen. Jong, gezond, sport en onbeperkte loopbaan hebben dus ook hoge eisen aan de prothese. De mensen met vaataandoening
Die zijn boven de 60 jaar gemiddeld, hebben veel nevendiagnoses, geen sport, beperkte loopafstand en zijn meestal met pensioen. Nu moet ik zeggen dat gezien de vergrijzing en gezien de medische techniek, mensen boven de 65 jaar ook veel gezonder zijn. Dus die stellen ook weer hogere eisen op het moment dat ze wel een amputatie krijgen. We hebben ook mensen van 80 in onze polykliniek. Die zouden we 20 jaar geleden misschien helemaal geen prothese meer geven. Nu doen we dat wel, want die lopen nog een heel net. Dus je ziet een continue verschuiving van eisen die mensen stellen aan de rest van hun leven. En dat willen ze zo comfortabel mogelijk en zo zingevend mogelijk doen. En dan ga ik, ja, wat kan de chirurg in deze? Nou, dit natuurlijk niet, het zou een fout zijn. Maar waarom is die chirurg van belang? En daar wordt niet altijd te veel aandacht aan besteed. Meestal wordt een amputatie uitgevoerd door de jongste bediende in een chirurgenmaatschap. Of het wordt gezien als een soort falen van allemaal vasculaire reconstructies. En dat is jammer, want het is enorm belangrijk om die amputatie op een goede manier uit te voeren. We hebben in onderzoek, wat ik nog in Groningen heb gedaan met Sonja Scholten, hebben we gezien dat patiënten met een korte stomp, dus in dit geval, en die heeft toen de eerste MRI-foto's gemaakt en die allemaal onder elkaar geplakt, dus een reconstructie van gemaakt, die vertonen veel meer spieratrofie, dus die spieren die worden veel meer dunner dan als die stomp wat langer wordt. En dat heeft consequenties voor de kracht van zijn stomp. En ten tweede, als we die spieren niet aan elkaar hechten, en dat zou de chirurg moeten doen, als we dus, dat heet dan een myodese of myoplastiek, dan krijg je ook meer atrofie en slechtere functie. Dus als je ze wel fixeert, krijg je wel wat atrofie, maar blijft de functie toch redelijk goed. Dus die chirurg heeft in die voorwaarden scheppende situatie wel degelijk een belangrijke rol. En dat heeft consequenties, een amputatie voor het lopen. U ziet hier een meneer met een amputatie. Kunt u raden welk been hier geamputeerd is? Linkerbeen. En wie zegt rechts? Ja. Dat is inderdaad hoe je kijkt van voor de kijker. Het is in dit geval het linkerbeen. En dat zie je. Ik zal kijken of ik het nog één keer kan doen. Dat zie je doordat hij dat linkerbeen een beetje naar voren gooit en hij wankelt ook elke keer. Hij staat meer op zijn rechterbeen dan op zijn linkerbeen, want dat vertrouwt hij meer. En het linkerbeen, dat is weliswaar loopt hij best wel goed, maar vertrouwt hij toch wat minder dan rechts. En daar hebben we ook naar gekeken, naar dynamische balans. Dus hoe gaat het met balans? Wat hebben we gedaan? Mensen met een amputatie op een platform gezet. En dat platform hebben we heen en weer geschud, zonder dat de patiënt precies weet welke kant hij op gaat. Dus niet, het was gewoon, hij kon niet van tevoren voorspellen. Niet te veel, is wel gezekerd in een harnas, zodat hij niet omvalt. En als hij omvalt, dan hangt hij in het harnas. En hebben we gekeken van hoe gaat het nou met die balans. Nou, een moeilijk figuurtje nog even. Dit is SW's, de statische balans. Dat is eigenlijk puur het gewicht op het linker of op het niet aangedane been of wel aangedane been. En wat we weten is dat iemand met een amputatie, of die nou onderbeen of bovenbeen, gemiddeld zo'n 60% dan op zijn gezonde been gestaan en 40% op zijn prothesebeen. En als we datzelfde gewicht meten tijdens die bewegingen, dan zagen we eigenlijk niet zo heel veel verandering. We zien wel iets toename naar de gezonde kant van het gewicht, maar het bleef toch wel tijdens die bewegingen ook op dat geamputeerde been staan. Maar als we kijken naar de bijdrage van controle van balans, dus eigenlijk de kleine bewegingen in het been om die balans te handhaven, dan zie je een heel ander gebied. Dan zie je eigenlijk dat 90% van de balans gecontroleerd wordt door het gezonde been. En 10% door het geamputeerde been. Alleen bij deze patiënt was dat nog wat meer, patiënt 2, maar gemiddeld genomen zie je echt dat het gezonde been daar een belangrijke taak in heeft. Nou, dus prothesecomponenten kunnen geen volledige vervanging bieden in adaptatie. Dat was de uitgangspositie. En dat beïnvloedt ook motorische programma's voor het lopen. En ik zal daar zo wat voor van laten zien. Want wat missen we met een amputatie? De propulsie, de afzet van de enkel. En
het gewicht namen op het prothesebeen is minder. En onze hypothese was in een ander onderzoek van hoe gaat het dan met spieren rond het geamputeerde been en het gezonde been. En daar hebben we een systematisch review voor gedaan. En gewoon om aan te geven, als je gaat van het intacte been naar het prothese, of intact been vergelijkt met een controlebeen bij gezonde, dan zie je dat door de verminderde afzet van die enkel, de bilspier aan de intacte zijde, dus aan het gezonde been, harder moet gaan werken. En wat doet die bilspier? Die geeft gewoon meer afzet, omdat dit been minder afzet geeft. Dus hij compenseert al een beetje voor de verminderde afzet van het aangedane been. Hetzelfde zien we eigenlijk aan het aangedane been. Zie je ook dat die bilspier meer activiteit vertoont. En ten tweede zien we ook daarbij het opvangen, de kniespier aan de gezonde zijde ook een belangrijke rol gaat spelen. Dus we compenseren eigenlijk voor het gemis van de functie van het aangedane been. En dat zien we ook bij die hardlopen straks. Goed. Dus conclusie, intacte been en de heup van het amputatiebeen compenseren. En we zien dus altijd asymmetrie. En in onze oefenprogramma's tot een aantal jaar geleden streefde altijd naar zoveel mogelijk symmetrie. Dat is niet logisch. Want we hebben asymmetrie. Dus waarom zouden we naar die symmetrie willen streven? Want dan gaan we het lichaam geweld aan doen. Dus we kunnen beter trainen de spieren die sowieso al moeten compenseren, dan heel erg te focussen op dat iemand maar mooi gelijke pas heeft. Tenminste, tot op het moment dat die protheses niet meer kunnen doen. Dan gaan we, dat was eigenlijk de patiëntfactoren. Wat kan de patiënt doen? Dus trainen, we kunnen patiënten trainen, we kunnen patiënten balansoefeningen geven. Ik laat u dat niet allemaal zien, ik heb nog een heleboel andere dingen. Maar we kunnen die patiënt heel veel doen en het natuurlijk psychisch ook begeleiden. Want het is een zeker als het plotseling gebeurt, natuurlijk een enorme gebeurtenis dat hij opeens een deel van je lichaam is. Maar goed, dan gaan we nu naar de prothese. En dan zien we dat we prothesekokers hebben. Hè, dat zit eigenlijk om het been. En liners. En die liners die zorgen eigenlijk, een soort siliconen liners, een soort condoom wat je om je stomp doet. En dat zorgt voor wat schokabsorptie, dat zit lekkerder. Maar het zorgt ook voor een vacuüm in die koker. En daardoor blijft die koker, als je er eenmaal met die liner instapt, blijft die koker mooi aan je been hangen. Dus dan raak je hem niet kwijt tijdens het lopen. En dan heb je hier nog een evolutie in kokers. Dit was een trompetkoker nog uit Engeland van aluminium. Daar had je hele instrumentmakerij waar iedereen met hamertjes die portetkokers stond te slaan. Houten kokers, perfect. Alleen zijn wel wat lomp en log. Maar ze zijn in warme landen en in ontwikkelingslanden nog ideaal. Want je kunt ze makkelijk repareren. Je kunt een stukje hout erin doen, een stukje hout eruit halen. En ze zijn relatief licht. En nu de wat modernere kokers van lichte materialen. En hier valt nog veel te doen in die materialen. Daar willen wij ook nu meer onderzoek gaan doen hier met behulp van de Universiteit Twente. Maar er is ook nog een nieuwe techniek. En dat is niet voor iedereen geschikt, maar wel voor een aantal van de patiënten. En dat wil ik u laten zien. Dat heet osseointegratie. Het is eigenlijk een techniek die ook uit de tandheelkunde komt. De protheses die je in je kaak hebt zitten, dat is eigenlijk een osseo-integratieprothese. Dus iedereen die zo'n ding heeft, heeft een prothese. Alleen dan in de mond. Dat kan ook in het been. En dat zien we op dit plaatje. De eerste Brennemark was degene die dat uitgevonden heeft. En die zag dat als hij een titanium implant deed, dat er allemaal cellen in gingen groeien. Je ziet daar een elektronenplaatje van. En daardoor bleef dat ding ontzettend muurvast in het bot zitten. Kon hij er eigenlijk niet meer uitkrijgen. Toen dacht hij, daar kan ik ook protheses van maken. En die heeft in die zin de osseointegratie bedacht. Het voordeel is stabiele fixatie en goede connectie. Hè, als dat ook uit de huid steekt, dat zal ik straks laten zien. Goede connectie met bevestiging met protheseonderdelen. Geen invloed meer van stompvolume, want je hebt er geen koker meer om nodig. En minder huidproblemen van de stomp. Je krijgt ook nog een beetje feedback.
U moet, als u met uw vinger over een ruw oppervlakte gaat, dan voel je soms al in het bot de trillingen. Zonder dat je de huid dat voelt als je flink gaat. En dat krijg je eigenlijk met dit ook. Je krijgt doordat je de bot voelt als het ware de ruwheid van het oppervlak. Nou, dit is een van de eerste patiënten. Je ziet ook dat het is een relatief jonge vrouw met een dubbelzijdige amputatie met hele korte stompen. En als je hier een prothese omheen wil doen met kokers, lukt dat gewoon niet. Daar kan niemand mee lopen, omdat hij geen goede bevestiging heeft. Dus dit was de enige mogelijkheid om haar toch te laten staan en lopen. En dit is dan ook weer hier ziet u een fase 1 van die chirurgie. Dan wordt een gaatje gewoon in het bot gemaakt en er komt een steel in en dan wordt de stomp gewoon weer gesloten. Dat laat ze ingroeien en dan groeit de huid er gewoon omheen dicht. Dan laten we een halfjaartje zitten en na een halfjaartje wordt die weer opengemaakt en dan komt er een soort uitwendige steel aan. En daar kan dan de prothese aan bevestigd worden. En dat kun je dan behandelen. Het enige nadeel is dat je dus eigenlijk die huid heel goed moet verzorgen. Want het is een uitwendige verbinding met een inwendig metaaldeel. Nou, we weten met waar orthopeden bang voor zijn, met inwendige prothese, als er dan een infectie bij komt, ja, dan is het einde verhaal. Dan moet je dat weer een hele tijd eruit halen. Dus dat is hier een risico in. Dan valt het risico eigenlijk best wel mee als je gewoon gezonde jonge patiënten hebt. Bij vaatpatiënten doen we dit nog niet. Ja, en dan ziet het dat zo uit. Dan heb je zo'n dingetje en dan klik je gewoon een prothese aan. En dan heb je op die manier zitten. De revalidatieprocedure duurt wel lang. Dus daarom is het ook niet geschikt voor oudere mensen. Want het duurt ongeveer zo'n 12 maanden voordat je echt goed daarop kunt lopen. En een normale revalidatieprocedure is ongeveer zo'n 3 maanden. Dus dat scheelt wel wat. Maar deze man is echt heel blij mee. Hij zegt, I will never use a socket prosthesis again. En dit zijn ook natuurlijk de plaatjes die we zien. Dat zijn de relatief gezonde patiënten. En helaas is dat niet anders. Er zitten ook nadelen aan. Ik zei al, een relatief lange revalidatieperiode. Gevaar op uitbreken van het implantaat. Dat is ook iets. Als je echt een metaal in je bot hebt, wordt dat bot een beetje lui. En dan krijg je dus geen botaanmaak meer. En dan breekt hij net af boven het niveau waar die implantaat zit. En dat wil je liever niet hebben. Dus we maken nu al implantaten die een beetje buigzaam zijn, zodat dat bot gewoon ook aangemaakt blijft. Dus er wordt elke keer, en dat komt met name vanuit de technische universiteiten, worden weer nieuwe dingen bedacht om dit soort problemen op te lossen die er zijn. Goed, dat was de koker. Kan ik ook een uur over vertellen? Doe ik niet, want ik moet verder, want je bent streng met de tijd, heb ik al gehoord. Ik ga naar de knieën. We hebben op de markt wel ongeveer zo'n 200-300 verschillende knieën. En die ken ik ook niet allemaal uit mijn hoofd. Nou, je hebt knieën, je kunt natuurlijk gewoon een stok bedenken onder je stomp, daar heb je geen knie. Je hebt passieve knieën die een beetje meebewegen. Maar je hebt tegenwoordig ook modernere knieën die zeg maar computergestuurd zijn. En dit zijn eigenlijk al knieën, die zijn niet computergestuurd, maar die zijn wel heel slim al. Gewoon door het mechanische principe. Ik laat u een aantal video's zien. Dit is een patiënt en dat gaat over die knie. Dit is een patiënt die ik in Groningen had en die waren met de uittestfase en hem heb ik gevraagd om een dag lang te mogen filmen. Gelukkig heb ik dat toen niet met een medische ethische commissie allemaal overlegd, want anders had hij daar toch wel bezwaar over gehad, maar dit was puur over onderwijsmateriaal. Wat opvalt tijdens deze vertraagde opname is dat hij dat been naar voren brengt, maar hij moet wachten op die prothese. Dus hij zal nooit sneller kunnen lopen dan dit tempo. Omdat die knie, net zoals een klepel van een klok, gewoon traagheid vertoont. Dus dit is ongeveer zo'n 3,5 kilometer per uur. Sneller zal die nooit kunnen lopen. Nou, dat is een nadeel. En we hebben dan ook gezegd, in die knie is de zwaaifaseregelaar, dus een soort veer, die is te slap afgesteld. Voor deze meneer. Want dat is hij niet blij mee. Toen hebben we die wat stijver gemaakt. En dat ziet u hier. Dat gaat een stuk beter. Maar die knie die buigt haast niet meer. En het gevaar van een knie die niet meer buigt is dat je snel kunt struikelen. En dat zie je nog eens beter op deze opname. Als je het doet. Ja, dus een heel weinig buiging in de knie tijdens lopen. En hij moet dus met het andere been ook flink. Kijk, en dan valt hij bijna doordat die voet in de grond gaat. Dus deze
Je ziet dat het nog eens vertraagt. Hij kan dus wel sneller lopen. Maar het levert er wel een beetje gevaar op. In dit geval. Achteraf had hij zijn schoen ook niet echt goed dicht gedaan. Dat was dan weer, daar let je dan weer niet op als je zo'n film maakt. Maar goed, hier was de zwaaifase te stijf. Nou, daar is dan nieuwe ontwikkelingen. Dat is eigenlijk een knie die computergestuurd is. Een microprocessor gestuurde knie. Er zit een microprocessor, een klein computertje in die knie. En dit is de reo-knie, daar hebben we onderzoek mee gedaan. En daar zit een reologische vloeistof in die knie. Met allemaal kleine plaatjes die u net zag. En hier ziet u dat vergroot. Allemaal bolletjes, metalen bolletjes. En die kunnen per milliseconde anders gesitueerd worden. Dus per milliseconde kan die knie eigenlijk de stijfheid regelen. En dan zie je dat hij tijdens de zwaaifase, swing, dan is hij los. En tijdens de stijffase zit hij vast. Dus dan is hij stijf tijdens de standfase. En tijdens de zwaaifase is hij weer veel losser. En tijdens bepaalde delen van die zwaaifase is hij ook nog weer even stijf. Dus je kunt per deel van je lopen kun je die knie helemaal instellen. Kost ook wat meer, zo'n knie. Deze zit rond de 15.000, denk ik ongeveer. Maar geeft dus meer zekerheid. We hebben er onderzoek naar gedaan en we zagen niet zo heel veel verschil met een goede conventionele knie. We dachten, hoe kan dat nou? En dat komt dat deze knie eigenlijk pas zijn werk gaat doen als die uitgedaagd wordt. Of als die patiënt wordt uitgedaagd. En het laatste onderzoek wat we gedaan hebben, dat hebben we nog net niet gepubliceerd, is dat we patiënten hebben laten struikelen. En precies op een bepaald moment. En dat hebben we gemeten. En toen zagen we pas dat die patiënt eigenlijk zichzelf te ging gedragen als iemand met twee benen. En de mensen die een gewone conventionele knie hadden, die gingen zich gedragen als mensen met een conventionele knie. Dus als het ware oppassen dat ze niet vielen. En iemand, als wij struikelen, dan gaan we een paar tussenstappen nemen. En dat deden deze mensen ook. Dus in moeilijke situatie, uitdagende situatie, performance, deed die eerste knie zijn werk. Daar was de firma wel blij mee, want we hadden tot dusver geen verschil gevonden. Ja, dan zegt de verzekeraar, ja, is prima, maar dan gaan we wel voor de helft van de prijs. En terecht. Maar nu weten we ook dat we dus die knieën moet je niet geven aan mensen die nooit in dit soort uitdagende situaties terechtkomen. Want dat is zonde van het geld. En zo moet je keuzes maken, denk ik. Ook gewoon binnen gezondheidszorg niet denken dat de duurste knie altijd de beste knie is. En dit is het plaatje wat hij dan doet. Maar goed, die knie die stelt dus dat in. En als je dus hard loopt, dan geeft hij ook meer demping dan als je rustig loopt. Want als je rustig loopt, dan wil je niet dat die demping zo stijf is, want dan loop je met stijve benen. Dus dan moet hij soepel zijn. En als je hard loopt, dan moet hij wel wat stijver zijn. Dus die knie die past zich gewoon aan de... Een stapje verder is een geactueerde knie. Dus echt een knie die ook echt kracht genereert. En dit is een mooie illustratie. Maar hij is ook in het echt. En dat ziet u hier. De powernie van Ossu. En ook dit. Kijk. Je hoort het geluidje. Maar wat deze knie kan, is dat hij ook een beetje buigt tijdens de standvaart. Eigenlijk is dit een soort robot, maar dan aan je been. Want hij bedenkt, waar ben je in die standfase en wat ga ik dan voor kracht geven? En dan ga ik toch terug naar dit filmpje, want die robot, dat is wel leuk. Maar je moet er ook mee leren omgaan. Dus die patiënt moet kunnen leren wat dat betekent. En je ziet dat deze meneer, die test hem uit, die heeft daar moeite mee. Maar die knie die doet niet wat hij wil. Ja, nu wel. En dit is niet mogelijk met een gewone knie, met een andere knie. Maar ja, dus dit wil je ook niet bij patiënten zo eventjes aanmeten. Dan moet je echt een heel goed trainingsproces. Dus die patiënt die moet adapteren aan wat die knie kan. En die knie die moet weer adapteren aan wat die patiënt kan. En dit is dan van de beeld Universiteit in Amerika. En dit is een geactueerde knie en een geactueerde enkel samen. En daar is er twee van in de wereld op dit moment. Eén loopt in Chicago. En eigenlijk
loopt die patiënt daar wel, die jongen, heel mooi mee. Je ziet wel, het is een behoorlijk zwaar ding nog. Dus er zal zeker niet iedereen mee om kunnen gaan. Maar hij geeft dus en afzet en flexie van de knie. En misschien, als je die kant op gaat, heb je die compensatie niet meer zo nodig vanuit je eigen spier. Ik ga snel door, want we hebben ook een prachtig project hier aan de UT gehad. En hier hebben we niks gemotoriseerd in. Dit is gewoon een losse knie, een losse voet. En wat dit doet, en dit is zeer interessant, is dat de energie die je eigenlijk kwijtraakt tijdens het laatste deel van je zwaaifase, die stopt hij in een veer en die geeft hij weer vrij in de afzetfase. Dus wat we zeggen, dit is een energie-neutrale prothese. Eigenlijk gebruikt hij alle energie die je investeert, gebruikt hij weer om die afzet te geven. Het enige nadeel is dat hij helemaal op maat moet worden gemaakt, met die lengte en dergelijke. Dus we hebben een aantal prototypes daarvan, maar nog niet in behandeling. Of niet in productie. Maar hier zou je dus van gewoon biomechanische eigenschappen gebruik kunnen maken om energie af te geven tijdens het lopen. Dat waren de knieën. Voeten hebben we ook een onderdeel. Daar hebben we er mogelijk nog meer van. En ik ga ze niet allemaal behandelen, maar ik ga met name op de energy storing prothesevoeten in. En die, wat doet zo'n prothesevoet? En dan ziet ze hier al in het klein. Die slaat als het ware energie op. Hè? Tenminste, dat pretenderen ze. En die geven ze dan later tijdens de afzetfase weer een beetje af. En om dat te illustreren, doen we dat volgende filmpje. En hier zie je eigenlijk wat er gebeurt tijdens de heel strike. Dus wanneer iemand op de heel neerkomt. En dat is gewoon verlies van energie. Want dat komt hier niet terug. En dit is wat aan de voorkant. Dus als je iets verder loopt, dan sla je een beetje van die energie op in die veer. En die geeft het dan af tijdens de afzetfase. Zegt de fabrikant. Maar als je kijkt naar de frequentie en de stijfheid van de veer, geeft die eigenlijk die energie veel te vroeg af. Dus als je niet oppast, dan word je als het ware teruggedrukt. Dus daar moet je wel goed naar kijken. En daarom zijn die veren bij die lange afstandslopen zo lang. Die gaan precies op het frequentie van het looptempo, geven ze hun energie eigenlijk als het ware weer terug. En dat wou ik hier eigenlijk weer aan laten zien. En dan hoop ik dat hij wel. Dit is opnieuw die 100 meter. Van Ryan, considering she en nou ziet u ook waarom die anderen zo snel zijn. Want die hebben nog een kuit, die hebben nog een enkel. Dus die kunnen heel snel weg. Maar nu komt zij met die twee blades. En zij komt dus altijd langzaam op gang. Want met die blades kun je niet snel afzetten tijdens de startfase. Maar gedurende het lopen kun je dat wel doen. En dat zie je hier nog een keer beter tijdens de 200 meter. Waarin ze ook wat achterloopt. And there was no stopping her. Daar is ze. Wasn't a great start by her. Ben Susan and Lafer. Nu komt ze op gang. En dan heeft ze het voordeel van een symmetrische loop. En het voordeel van die blades. Waar ze perfect haar afzet weet te creëren. En dan loopt ze dus ook uit. Dat wil niet zeggen dat de techniek hier alles doet. Het kost enorm veel investering, veel kracht om dit aan beide kanten te doen. En je ziet haar opeens weglopen van de rest. En ze stampt als ware die veren in de grond op een precies juiste frequentie. Dat is belangrijk. Die veren moeten precies een stijfheid hebben die bij haar lichaam en gewicht past. En dan kun je tot dit soort mooie resultaten komen. Dit is weer een stap verder. Niet zozeer voor jonge patiënten, maar dit is een voet die zich adapteert aan de zwaaifase en aan de stand van de enkel. En hiermee kun je dus als het ware een betere doorstap maken. Je ziet dat die voet omhoog gaat tijdens de zwaaifase, zodat iemand niet meer struikelt. Daar zit ook een klein motortje in. Maar ook bij de enkels gaan we weer verder. Waar zitten we op te wachten binnen de revalidatie? Zijn voeten, enkels die zelf kracht genereren. Want die kuitspier, die hebben we niet meer. Dus we kunnen niet afzetten. We willen dus graag een voet die dat wel doet. En dat is onder andere deze voet. Ontwikkelde Hugh Hare.
van het MIT. En dit filmpje wil ik u niet onthouden. Ze heeft de bouwinvloed hier. En die is dus actief. Ring my bell, ring my bells. Ring my bell, ring my bells. Ring my bell, ring my bells. Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, then you let go. Sometimes we rush it, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. Dit zijn ontwikkelingen die nu nog erg duur zijn, maar dit gaat verder. En het lijkt zo makkelijk wat ze doet, maar het is ontzettend moeilijk, want ze moet precies die prothese goed aan kunnen sturen. En dat vergt ook nog wat heel veel training. Want die prothese doet het niet allemaal zelf, die reageert alleen maar op haar signalen. En er zijn nu ook prothese, beenprotheses die reageren op spiersignalen. Ik ga snel verder, want we hebben het over prothese die reageren op spiersignalen. En een van de bekendste voorbeelden daarvan zijn patiënten die een armamputatie hebben. Die sturen vaak hun prothese aan met spiersignalen. EMG, myoelektrisch, daar ga ik het over hebben. De voordelen daarvan is dat je geen banden of harnassen nodig hebt. En je maakt gebruik van je resterende spier. De nadelen is, en daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, dat het erg moeilijk is. Heel weinig selectiviteit. Er is geen echte intuïtieve aansturing. Je moet echt die spieren aanspannen en dan gaat die hand open en dan doe je die andere spier. En er is ook nog gebrek aan gevoel in die protheses. Dus een groot deel van die myoelektrische protheses die toch een boel geld kosten, worden niet gebruikt. En dit is een voorbeeld van onderzoek wat wij ook hebben gedaan aan het Roezingen en hier samen met de universiteit. We hebben gedacht van waarom lukt dat nou niet? Waarom kunnen we niet dat wat meer intuïtiever maken, die aansturing? Dus we hebben een heleboel elektrodes, in dit geval 30, rond de stomp geplakt en gekeken hoe intuïtief die aansturing is. En dit is de andere kant van het verhaal. Nog niet mooi, maar een prothesehand die aangestuurd wordt door vloeistof. Dus een hydraulische hand, dat kan dus heel veel. Prachtig project. Het enige nadeel is, er zit een enorme bak onder met vloeistof om het aan te sturen. Dus je kunt hem niet gebruiken bij patiënten. Dus het is een mooi idee om snel aan te sturen, maar niet gebruikbaar. Dit sla ik over. Wat hebben we gedaan? We hebben gekeken van hoe sturen gezonde mensen dat met EMG aan. Dus we hebben allemaal die EMG-plakjes onder de arm gedaan. En hoe doen amputatiepatiënten dat? En wat wil je? En we willen graag een buiging van de pols, we willen graag strekking van de pols, we willen vingersbuiging, vingerstrekking, enzovoort, enzovoort. Dit zijn 8 verschillende grepen. En die zijn onmogelijk om aan te sturen met een gewone myoelektrische prothese. Nou hebben we een grid gemaakt van al die elektrodes. Dit is bijvoorbeeld buiging van de pols. En dan zie je dat het hier actief is en hier niet actief. En dit is strekken van de pols. En logisch zie je dan dat het hier actief is en hier weer niet actief. En zo hebben we voor al die grepen een soort map gemaakt. En toen hebben we gekeken van, goh, kunnen we daar ook gebruik van maken in de aansturing? Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld de polsbuiging. En dan komt het handje, als we die X- en Y-coördinaat zetten, komt op die plek neer. Als je naar de polsstrekking gaat, dan kun je je voorstellen, dat komt ergens aan de andere kant te liggen. En zo hebben we alles in een mapje weten te zetten. Heeft Daphne Boeren gedaan, die hierop gepromoveerd is. Of niet gepromoveerd, maar daar wel onderzoek naar gedaan heeft. En zo hebben we gekeken. En dan krijg je op een gegeven moment een soort map, waarin de meeste, en dit is dan een testmap, waarin dit soort gegevens komen. En die verdelen we dan weer in allemaal hokjes. En toen hadden we een test klaar. En nou wilden we kijken of het echt ook goed ging. En toen gingen we dat testen met een testset, dus met een patiënt. En toen zagen we dat eigenlijk alles goed in die vakjes kwam.
behalve die. En toen hebben we gekeken of we dat ook in het echt konden doen. Hier zit iemand met zo'n ding, en dit was geen amputatiepatiënt, in het roesing. En dit is de hand die in de UT ontwikkeld was. En hij kon dus via afstand kon hij die hand aansturen, puur door zijn handgrepen. Nu doet hij hem open. Er zat wat vertraging in de lijn, dat ziet u. Ja, dan gaat die hand trager open. In dat project hebben we dus wel kunnen aantonen dat we ook met een map op de onderarm intuïtieve grepen. We konden in dat geval 10 verschillende grepen weten te bereiken. En dat doet eigenlijk Todd Kuiken in Amerika ook. Target muscle re-innovation. Wat doet hij met hoge amputaties? Gaat hij als het ware de zenuwen die naar de arm lopen, gaat hij implanteren in de borstspier. En die borstspier gebruikt hij als een soort landkaart. En dan krijgt hij als het ware, als je dus denkt aan de hand open doet, dan gaan hier die spiertjes trillen. En als je denkt aan de hand dicht, dan gaat hier bijvoorbeeld de spiertjes trillen. En zo had hij een landkaart over de borst heen. Hier ziet u die spiertjes, of de zenuwen. Nou, dit zijn de ding. Hier ziet u die landkaart, passend bij bijvoorbeeld de extensie van de pols, doordat je de zenuw hebt die dit doet. Dit is bij het buigen, de zenuw die dit doet. En zo kun je die hele regio rond de borst kun je dus eigenlijk definiëren. Dus is het dan mogelijk om met een hele hoge amputatie toch beweging te krijgen? Dit is een man die zijn arm eraf heeft. Die stuurt dus deze prothese aan via die landkaart op zijn borst. Puur omdat de spiertjes reageren op die signaal. Elbow down, shoulder down, shoulder down. Got a little rotation in there. En voor hem was het niet zo moeilijk, omdat hij kon denken aan gewoon het openen van zijn hand en het dichtdoen van zijn hand. Want dat waren de spieren die vanuit zijn hersenen gewoon bijeen gingen. Dus voor hem was het veel makkelijker. En dit is onze droom als het gaat om amputaties van de armen. Introducing the new iArm, the world's fastest, most powerful body upgrade. Ja, en helaas is dit geen echte arm, maar een animatie. Nu maak ik een overstap. En ik probeer wat tempo te maken. Orthoses, dat zijn beugels. Ondersteuning te geven bij lichaamsdelen. En wat wil de fabrikant? Ja, die wil natuurlijk daar. Heeft een slecht imago, die orthoses. Dus die wil daar een beter imago van maken. En naar mijn idee doet hij dat volledig verkeerd. Want hij probeert een soort sexy product van te maken. Ja, het is geen sexy product. Maar je moet daar functionaliteit aan weten te binden. En die functionaliteit die mist juist in dit soort beugels. Dus dit helpt niet. Hoog afwijzingsgehalte ook. Maar, net zoals in de prothesiologie, zijn daar wel verbeteringen. Neem nu al de 3D-printing. Je kunt de orthoses veel meer open laten maken dan de dichte orthoses die er nu zijn. Je kunt ze veel lichter maken door eigenlijk maar één buis te doen en aan de andere kant gewoon een staaldraad. Wat de firma hier in Enschede heeft gedaan. Of je maakt ze ook slim, net zoals protheses. Hier zit een kniescharnier in, wat ook aangestuurd wordt door een microprocessor. Dan wordt hij wel weer wat bulkier van. Want u heeft allemaal wel op televisie de beelden gezien van exoskeletten. Eigenlijk een patiënt die verlamd is, laten lopen met een uitgebreide orthese die ook nog eens aangestuurd wordt. Is dat nou een oplossing? Dat dachten ze in de jaren 60 ook. Toen hebben ze een exoskelet ontwikkeld, General Electric. Dit exoskelet woog van zichzelf al zo'n 150 kilo, dus dat is nooit gedragen. Door een patiënt. Maar dat was toen de bedoeling om eigenlijk iemand veel sterker te maken dan wat hij normaal zou zijn.
toch al een idee om van buitenaf kracht toe te voegen. Maar nu, de huidige situatie is dat we dit soort beelden kunnen. Dit is een mevrouw met een dwarslesie, dus verlamd vanaf het VH-middel. En zij is in staat met deze excursiet te lopen. En zij heeft daarin de marathon van Londen gelopen. Ze heeft het niet binnen de tijd kunnen doen. Er wel een paar dagen op. Nou, het is dus mogelijk daar behoorlijk mee te doen. Alleen het nadeel is dat, u ziet al, het tempo is laag. U zat een therapeut achterlopen, die moet de balans in de gaten houden. Dus het is iets wat nog steeds in ontwikkeling is, wat misschien wel beter gaat, maar wat wel nog heel veel onderzoek vergt. En we hebben natuurlijk nog veel patiënten die niet zo'n exoskelet aan kunnen. En dit is een rolstoel, die hebben we samen met Indes ontwikkeld, hier in Enschede. En u ziet het al. Die mevrouw, het is geen elektrische rolstoel, normaal. Het is een power assist rolstoel. Net zoals een elektrische fiets. Maar er zit een binnenriem aan, een kleine riem, die wel volledig elektrisch kan rijden. En daarom kan iemand die bijvoorbeeld de stad in is geweest, zelfstandig weer terugkomen, zonder dat daar iemand bij hoeft te zijn. Dus ook in die rolstoelen valt veel te ontwikkelen. Ik wil u nog een paar laatste dingen laten zien. Ik ga naar Brain Computer Interface, want dat is ook in het nieuws. Dat is vrij sexy, want dan zou je met je hersenen kun je dingen aansturen. En dat is veel moeilijker dan wij denken. Maar wat is het idee achter dit systeem? Is eigenlijk ook weer hulpmiddelen te bedenken die meer intuïtief door mensen kunnen worden aangestuurd. Dat kan zijn een prothese, dat kan zijn een computer, ja, dat kan in wezen alles zijn. Maar in wezen zou je dus door te denken aan iets, iets moeten kunnen aansturen. Nou is dat niet zo eenvoudig, want het denken met je hersenen, als je die signalen wil oppakken, krijg je eigenlijk alleen maar motorische signalen. En geen sensibele signaal, want dat mis je nog steeds. Je mist nog steeds het gevoel in iets. Tevens moet je heel goed het gebied weten te lokaliseren. Als je dat met een extern, dus van buiten EEG-apparaat doet, krijg je heel veel storing van de omgeving. Daar lukt het dus ook bijna niet mee. Dus je moet wel een systeem hebben wat je eigenlijk implanteert op je hersenschoos. Dat is het idee. Je kunt dus signalen oppikken, dan moet je heel slim een algoritme op bedenken en dan zou je daar commando's mee kunnen geven. Rolstoel, prothesehand, etc. En dit is wat ze gedaan hebben met patiënten die voor epilepsie werden geopereerd. En dan mochten ze 2 weken lang een netje op de hersenschoos neerleggen. En dit is een ander onderzoek waarbij ze gewoon een hele kleine chip op de hersenen hebben gelegd, op de motorische schoos. En dat is deze patiënt, dat is een hoge dwarslesiepatiënt. En die heeft hier, ziet u op de scan, heeft hij zo'n chipje. En die pikt dus motorische signalen op van zijn motorische hersenschil. Dus het deel van de hersenen die motoriek aanstuurt. Nogmaals, hij heeft geen sensibele terugkoppeling, dus geen gevoelsterugkoppeling. Hij kan alleen maar signalen geven. En toch kan hij daarmee al een aantal mooie dingen doen. Hier ziet u de connector, dat is nog niet draadloos, zoals u ziet. Next, I'm going to open the second email, which states, hi there. It says, hi, we'll talk soon. En hij stuurt dus nu de cursor van zijn computer aan. Next, I'm going to paint a circle. En eigenlijk is dit waanzinnig. Waarom? Deze man kan ook praten en hij kan zijn ogen bewegen. Dus vanuit onze visie zou zeggen, waarom gebruik je dat niet? Want dat is veel makkelijker. Je kunt je met je ogen kun je ook een heleboel aansturen. En toch is dit voor het onderzoek wel baanbrekend. In hoeverre kunnen wij in de toekomst dingen rechtstreeks aansturen met onze hersenen. Een ander voorbeeld is deze patiënt die ik u ook niet wil onthouden. Een mevrouw die echt... You're watching the most advanced brain-machine interface in action.
Kathy Hutchinson is paralyzed and unable to speak, but just by thinking she's able to control the movements of this robotic arm and drink her morning coffee. She's part of a pioneering study run by researchers at Brown University in the US. People who are paralyzed have their brain disconnected from their body. The robot was to make it react to its environment. So when it collides with a target, the bottle, it grabs it. But when there's an unexpected collision, it stops moving and enters safety mode. Dat is ook iets, hè? Het moet veilig zijn voor de omgeving. Dus er eventually, the researchers hope to build an arm that works as smoothly as a real one and can cope with more complicated tasks like brushing teeth. They'd also like to make a wireless version, so the device doesn't need to be plugged directly into the patient's head. But for now, they're celebrating their progress with Kathy. In the nearly 15 years before that event, every time she wanted to take a drink of something. Het is ongelooflijk dat zij dit puur door te denken kan aansturen. Nu nog niet echt bruikbaar. Het is echt puur onderzoeksfase wat mij betreft. Maar dat we daarin stappen gaan zetten in de toekomst is zeker. Maar laten we gebruiken wat we hebben en niet alleen maar daar blind op staren. Want als je het kunt aansturen met andere delen is dat net zo belangrijk. En dat laat ik u in dit filmpje zien. Deze mevrouw die loopt gewoon hard. En het gaat niet om deze mevrouw. Het gaat ook niet om de protheses, want die horen bij haar. Maar als ze echt goed wil sporten, gaat het om het merk van de sportschoenen. En dat is participatie. Dank u voor de aandacht. En Edge. Excuses voor de onderbrekingen tijdens de lezing. Maar een fascinerend verhaal. Ik wist niet dat er zoveel verschillende knieën, enkels, polsen, gewrichten mogelijk waren. En zeker het einde is ook heel interessant. Hoe je met denkkracht jezelf kunt laten bewegen. Even terug naar Marlou van Rijn, voordat ik jullie de gelegenheid geef tot vragen. Je liet dat filmpje zien, hoe zij wint op de 100 meter en op de 200 meter. Ja. Nu weet ik dat er bij de Paralympische Spelen verschillende klassen zijn. En nu jij dit liet zien, zij als enige met twee blades, ja, bleek in het voordeel. Uiteindelijk niet in het begin, maar wel in de eindfase waar het uiteindelijk om gaat bij dergelijke records, bij dergelijke, ja, wedstrijden. Is het dan eigenlijk niet een beetje oneerlijk dat zij met twee blades het opnam tegen deze vrouwen met maar één, ja, prothese? Nou, dat is een mooie gedachtegang. Want zij zit in een zwaardere klasse, hè, zelfs. Dus zij zou eigenlijk meer nadelen moeten hebben. En zo was het ook altijd. En een enkelzijdige amputatie had veel minder problemen. Want dan heb je toch je eigen kuitspieren en dergelijke. En je ziet in die ontwikkeling, maar ook in de techniek, hoe sporters daarmee omgaan. Zij is een uitstekend voorbeeld van hoe zij perfect adapteert aan haar protheses, dat zij daar gebruik van kan maken. En ik vind het nog steeds een heel eerlijke wedstrijd. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat zij inderdaad een enorme achterstand heeft bij die 100 meter. En het is des te knapper dat zij in die 100 meter dat weet in te halen. In die 200 meter, denk ik, in die lange afstand, zag je ook bij de mannelijke blade runner, Pastorius, die iets te ver is gegaan in sommige aspecten. Maar die die had ook het voordeel. Die won in eerste instantie de 400 meter, dan de 200 meter. Ik weet niet of die ooit de 100 meter heeft gewonnen. Maar dus je hebt altijd, het blijft altijd een discussie van in hoeverre helpt de techniek je op bepaalde momenten. En ja, dat is natuurlijk wel zo. Als je lange afstanden loopt en je kunt uitstekend gebruik maken van, mm-hmm, de veerkracht. Maar vergeet niet, zij mist aan beide kanten daadwerkelijk spieren om zich af te zetten. Zij moet alles hebben uit de bovenbeenspieren, mm-hmm, want onderbeenspieren zijn er niet meer. En ja, dat is een enorme prestatie. Dus ik vind het zeker een verdiende eerste plek die ze daarmee heeft. Ik las ook ergens dat ze heel lang heeft gezocht naar de goede blades, hè? Want, ja, of de blades waren te
te stijf, ja, of juist te zacht. Ja. En daardoor kon ze niet goed de beenzwaai maken. Ja, en als je die bleed ook te ver naar voren zet, dan word je teruggetransporteerd, zeg maar. En zij heeft echt lang gezocht naar het juiste cadans die je moet hebben tijdens het lopen. Dat is haar eigen cadans. En de stijfheid van de blades. Want wat ik al zei, hè, met die kleine voeten, is dat die veer, die heeft een eigen frequentie. Mm-hmm. Dus zo'n kleine veer gaat heel snel. Ja. Dus die geeft eigenlijk, ja, als het gewicht niet zwaar genoeg is, geeft die veel te snel energie terug. En die grote veren, die worden helemaal afgesteld op het lichaamsgewicht. Vragen? En is eigenlijk zit het allemaal hier. Ja, ja. Het belangrijkste is dat je, ik zeg het wel, motorisch intelligent moet zijn. Hè. Je hebt mensen die kunnen dansen, mensen die het helemaal niet kunnen. Daar ben ik er een van. En dat ligt toch meer hier dan in die spieren. Want die spieren die zijn eigenlijk domme organen die voeren gewoon een opdracht uit. En die kun je trainen om ze wat sterker te maken. Je kunt ze ook trainen om ze sneller te maken, hè, want dan train je bepaalde vezels. Maar echte coördinatie, dat zit in je motorische en sensorische schors om elkaar. En als er ook maar iets misgaat in dat hele systeem van coördineren en of dat nou de spier is of in je hersenen, dan krijg je daar al afwijking te zien. Een voorbeeld daarvan zijn natuurlijk mensen met de ziekte van Parkinson, die alleen eigenlijk in de basale kernen van hun hersenen een afwijking krijgen, waardoor het bewegen, of het nou armen of benen is, al moeilijker kan worden. Andere voorbeelden zijn natuurlijk een hersenberoerte, waardoor je gewoon halfzijdig verlamd raakt. Gewoon halfzijdig verlamd. Er zitten heel veel variaties in. En die mensen hebben ook nog de kracht en de herstelvermogen om nog heel veel terug te winnen, maar er zitten ook grenzen aan. Dus het is het samenspel van het brein en die eindorganen. En vergeet ook niet het gevoel. Mensen die langzamerhand gevoelstoornissen krijgen, die weten dus niet meer precies hoe ze hun voeten neerzetten. En die gaan daardoor wankel lopen. En die zijn, dat lijkt soms wel alsof ze dronken zijn, dan zijn ze niet. Maar ze kunnen niet goed snel terugkoppelen het gevoel van hoe ze staan en lopen. Dus al die, dat is echt een ongelooflijk samenspel. En dat kunnen we in de techniek nog lang niet nabootsen. Ja. Dit gaat even over het laatste. Ja, is goed. De vraag is, het signaal oppakken in je brein. Signaal oppakken in de zenuwen, bijvoorbeeld, is een tussenstap. En helaas moest ik dat eruit knippen vanwege de tijd nu. Maar we hebben u zou een filmpje zien met 20 patiënten die wij een implantaat hebben gegeven bij een zenuw in de kuit, de nervus peroneus. In het MST is dat hier gedaan in samenwerking met ons. En daar is een soort stimulator in gekomen, geïmplanteerd. Dat kun je ook aan de buitenkant doen. En die stimulator, dat waren bij patiënten met een herseninfarct. En als mensen een herseninfarct hebben, zit hier het probleem, maar de rest is nog helemaal intact. Dus je kunt ze hier stimuleren, maar dat is een probleem, want dat helpt niet zoveel. Dus je moet eigenlijk meer periferen. Wat ze hadden is, die patiënten hadden een dropvoet, dat zie je wel eens, dit looppatroon. Dus die konden niet hun voet heffen. En daardoor kun je eerder vallen en dergelijke. En elke keer als ze hun voet optilden, gaven ze een kleine prikkel op die zenuw, die spier aan de voorkant van het been in de veer. Dus dan kregen ze wel een voetheffing. En dat kon je implanteren. En er zat een schakelaartje onder de hiel die dat allemaal coördineerde. En daar hebben mensen, 20 patiënten, goede resultaten mee behaald. Waar we nu met het probleem zitten, is dat dit in de huidige tijd, of probleem, er is keuze gemaakt om dit soort dingen niet in het zieken, in de verzekering te plaatsen. Dat betekent dat het zijn natuurlijk vrij dure systemen, want je moet het ook nog eens implanteren. Er zijn nieuwe systemen al in Duitsland, en die worden niet vergoed. Dus wij zijn er niet zo happig op om dat weer te doen, omdat tenzij een patiënt dat zelf wil betalen. Maar het zit niet in ons pakketten. Ja. Jij had ook een vraag. De vraag is, als je gezond bent en je krijgt een prothese, kun je dan eigenlijk je gedragen als een normaal functionerend mens zonder een prothese? Ja, dat is een hele goede vraag, want daar draait het natuurlijk uiteindelijk om. Zeker bij de jongere patiënten kan dat. Die kunnen ook de hele dag gewoon functioneren. Het is wel, we weten nog niet vaak van, goh, wat betekent dat op de langere termijn voor de andere gewrichten. Je zult soms toch wel wat eerder slijtage krijgen van de gewrichten die aanwezig zijn, door compenseren. Maar vergis je ook niet, ook bij oudere mensen zie ik soms
En de ouderen boven 70, die functioneren eigenlijk bijna met een prothese zoals voorheen. We hebben ook wel vaak discussie met chirurgen, zeker met vaatchirurgen, die heel lang door willen gaan met herstelprocedures van die vaten. Waarbij je soms zeg ik van, goh, waarom, ja dat klinkt wat bot, maar waarom haal je het benen niet af? Want dan kunnen wij tenminste aan het werk met die patiënt en dan kan die gewoon weer verder gaan met zijn leven. De pijn is weg, hè, ze hebben geen vaatpijn meer, meestal niet. En het functioneringsniveau gaat vaak beter dan voor die tijd. Maar jonge patiënten zeker, en wat mij ook, ik werk nu al een tijdje op het orthopedieteam in het Roezing, ook bij de mensen met een armamputatie, zie ik toch echt dat de patiënten met de huidige prothesiologie, die toch wat moderner is dan vroeger, ongelooflijke resultaten behalen in hun handigheid. Je kunt niet van tevoren zeggen, dit gaat goed, maar sommige patiënten die verrassen je op een geweldige manier, andere patiënten valt het een beetje tegen. Ja, dat is het proces van weer die intuïtie, weer die motorische slimheid, het aanvoelen of je iets goed kunt aansturen of niet. En ze zijn daarna in wezen net zo gezond als voor die tijd in ieder geval. En zeker traumapatiënten zijn geen patiënten meer. Dat zijn gewoon mensen met een amputatie, mensen met een prothese, wat mij betreft. Even kijken, eerst u. Ja, waar komt de externe energie vandaan voor bepaalde protheses? Ja, u legt de vinger wel op de zere plek bij veel van die moderne ontwikkelingen. Het is net zoiets als een elektrische fiets. Ja, je moet een flinke accu bij je hebben. En dat geldt bijvoorbeeld, maar dat zie je ook wel. U zag dat filmpje met die knie, hè? Daar zat toen nog een hele dikke accu achter. En die kon ongeveer 24 minuten meegaan de trap op. Nou, dat is ook wel heel erg heftig. Dus je kon net een dag volhouden bij rustig lopen. Maar nu inmiddels is er alweer een volgende versie. En ook in die accu's is daar toch wel weer ontwikkeling. Maar dat is nu nog wel steeds is dat wel een van de beperkingen. Ja, even tussendoor. Dus die uitzending is vanavond bij NPO 1 om 9:55 vertelde je aan mij over de Iron Hand. Dat gaan we allemaal niet redden, maar dat kunnen we natuurlijk gewoon later nog bij uitzending gemist bekijken. Maar daaraan refereer je nu. Ja. Daar is Zorg en Nieuws een nieuw programma en die zijn bij ons bezig filmen ten aanzien van een wat wij noemen een zachte robotische handschoen. Dus die is gewoon niet van metaal gemaakt, maar van stof. En die helpt patiënten een grijpfunctie te creëren. Oh, wacht even. Dan zeg ik het dus verkeerd. Het is niet de Iron Hand. Ja, hij heet Iron Hand, maar hij is zacht. Ja. Oh, oké. Okay. Nee. We dachten, we laten in die naamgeving een klein grapje komen. Oké. Een klein ander aspectje viel mij ook op. Toen jij die twee filmpjes liet zien met die robotknie, toen bleek dat die knie ontzettend veel lawaai maakte. Ja. Dat is iets, dat wil toch niemand aan zijn lichaam. Ja. Als je daarmee kunt laten zien dat je een knie van $60,000 aan je been hebt, dan is dat misschien best wel leuk. Dus het is maar net wat de motivatie is. Maar dat is ook een probleem. Het gekke was, we hebben dat, dat dachten wij ook, dat niemand dat wil. We hadden een patiënt met een verlamming en die hadden we een orthese. En die orthese, die zorgde ervoor, dat is een beugel aan de buitenkant, en die zorgt ervoor dat als iemand zijn been neerzet, dat hij dan vaststaat. Dat lijkt zo eenvoudig. En dat hij losgaat tijdens de zwaaifase. Dat is niet eenvoudig, dat is echt lastig. Maar die orthese, die kon dat, maar die gaf elke keer een raar knikje. Ja. En wij zeggen, dat moet toch irritant zijn? Toen zegt die patiënt, nee, ik vind dat hartstikke prettig, want dan weet ik zeker dat hij het doet. Dus die had dat was zijn feedback. Ja. Ja. Dus, maar ik ben het met je eens, dat is al wel verbeterd hoor. Oké, gelukkig. Ja. Maar ook die Iron Hands, die maakt nog een vreselijk geluid. Ook al is die soft. Ja, wat voor soort geluid maakt die hetzelfde. Dan? Hetzelfde. Oh, aha. Ja, iets zachter. Dus je kan nooit meer stiekem wat koekjes uit de koekjespot pakken? Nee. Dat is weer het voordeel. Nog even over die exoskeletten. Die zijn dus heel erg kostbaar. Hè? En er zijn er ook maar een paar op aarde in gebruik. Ja, dat wordt wel beter. Maar inderdaad, op dit moment is nog die exoskeletten die ook die zitten rond de 80.000-90.000. Ja. Maar je denkt wel dat die trend doorzet en dat die verder ontwikkeld zullen worden en voor meer mensen beschikbaar zullen komen? Ja, dat op zich wel. Maar ik vraag me af of alle patiënten, en dat kan ik niet beoordelen, daar gelukkig mee zijn. Ja. Want
Nogmaals, je bent met een rolstoel vele malen sneller. Ja. Dat is één. En wat de meeste mensen zeggen die wel eens in zo'n ding hebben gelopen, is zeggen van, goh, ik zou hier wel willen mee trainen. Mm-hmm. Maar echt voor, je bent al 10 minuten bezig om aan te trekken, ja, als het ware. Dan kun je 10 meter lopen. En dan moet je, als je weer gaat zitten, moet je hem weer uitdoen. Ja, dan loop je, ja, ook nog. Dus ja, ze zijn op dit moment nog. En een mooie statement is van Mark de Hond, de zoon van Maurice de Hond. Ja. Die heeft hem wat langer uitgeprobeerd. Aanvankelijk was hij heel enthousiast. Na een paar weken zei hij, ja, ik hoef hem niet meer. Want dit kost mij veel meer. Dit geeft me nog meer nadruk op mijn beperking. Ja. En ik vind hem onhandig. Maar je hebt ook patiënten die het wel volhouden en die het zo, zeg maar, als een training zouden willen gebruiken. Wij zijn heel erg voorzichtig, ja, om daar positief over te zijn. In die zin, ze hebben mij ook gevraagd wat ik vond of dit binnen het voorzieningenpakket zou moeten komen. En toen heb ik gezegd, nou, ik vind het eigenlijk op dit moment nog geen opportune vraag. Ik zou veel meer kijken, zou dit als een trainingsinstrument gebruiken? Ja. En dan, als dat goed gaat, dan zou je eventueel in de toekomst aan kunnen denken. Ik kan me één motivatie voorstellen, althans voor mezelf, dat ik een diep verlangen heb om te kunnen lopen. Ja. En dat als ik dat niet meer zou kunnen, dat ik dat heel graag weer zou willen kunnen. En dat, ja, dat een reden zou kunnen zijn dat je zo'n exoskelet zou, ja, willen hebben. Maar dat is wel de motivatie die met name mensen geven die zelf nog kunnen lopen. Ja. Patiënten. Zeker als ze wat verder zijn, mm-hmm, in hun vriend, die zijn daar niet meer zo mee bezig. Die zijn veel meer bezig met, noem een patiënt die een herseninfarct heeft gehad. Wat vele malen belangrijker is, zijn zijn spraakproblemen dan het lopen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als iemand echt fatische stoornissen heeft, zegt veel meer over de communicatie, het contact maken met andere mensen, dan puur dat lopen. Wij als relatief gezonde mensen, ga ik maar vanuit, vinden dat lopen erg belangrijk. Mensen die wennen daar toch aan en kunnen wel overal komen. Klinkt, ik denk niet dat het voor iedereen zo geldt, mm-hmm, maar er zijn andere prioriteiten vaak. En nog één voorbeeld, mensen met een dwarslezing, ja, die vinden het veel erger dat ze geen goede blaas- en duimfunctie hebben, dan dat ze niet kunnen lopen. Omdat dat hun sociale leven, ja, bepaalt. Ja. En dus dat moeten we ook altijd in ons achterhoofd houden. Het is niet alleen maar dat lopen of iets dergelijks. Er zit veel meer bij. Ja. Nou, mede door jouw fantastisch verhaal realiseer ik me nog beter hoe blij ik ben dat ik gezond van lijf en leden ben. Heel erg hartelijk dank, Hans. Graag gedaan. Ja.